Street fishing is iets wat je kan doen als je maar heel korte tijd hebt. Je kan eigenlijk altijd wel makkelijk een visje vangen in de stad. Vanavond ga ik het proberen samen met Kelvin en Niels. Hoppa, door de volgende. Een zeer goede avond. We zijn terug in de stad. Ik noem het even de stad. En we gaan vandaag vissen op Baars. Het is een lekker avondje. Warm weer geweest vandaag. En dat is eigenlijk perfect weer om te gaan baarzen. Ik verwacht een snoekbaars tussendoor op het moment dat het gaat schemeren. Maar eigenlijk totdat het donker wordt, dan gaan we alleen maar focussen op baars vandaag. Ik ga vanavond vissen met de Cranky X. Het is een hele mooie plug. Ik vind de groene kleur en eigenlijk het mooiste. En hij loopt een meter of 4 diep ongeveer. Ja, dat is eigenlijk hoe ik vis in de zomer. Lekker snel. Er zit een rateltje in, zoals je kan horen. En dat vinden die baarzen echt fantastisch. Super aasje om mee te vissen in de zomer. Maar we lopen op dit moment eigenlijk een lange kant uit. Het is een beetje een hoge wand. Ik denk een meter boven het water en dan een metertje of 4-5 diep, gok ik zomaar. En het leuke van hier is dat de baarzen ook nog een klein stukje onder de wand kunnen zwemmen. En daar kunnen ze zeg maar de aasvis tegenaan duwen. Ook zit er een beetje alg tegen de muur aan. En dat vinden baarzen ook super lekker. Dus probeer ook altijd zeker de kanten strak uit te vissen. Super goede plek in ieder geval voor baars. En dan vooral in de zomer als het natuurlijk lekker voor alg is. Mijn baarsje. Nou, de eerste is binnen. We gaan even nog eentje vangen. Even nog eentje vangen. Aangekomen bij een sluis. Meestal liggen de baarzen hier ook wel. Zoals je kan zien, achter mij ligt er een brug. En eigenlijk daaronder vangen we meestal snoekbaars. Dus zodra je onder die brug vandaan komt, dan vangen we de baarzen. Altijd super grappig. Ik ga het hier in ieder geval even proberen met de Carolina rig. Werkt hier heel goed, ook in de zomer. In de zomer wel wat sneller binnen vissen. Doordat je in de winter doet, ook iets minder lang laten liggen en iets minder lang wachten. In de zomer zijn ze gewoon wat agressiever en slikken ze je aasje gewoon wat makkelijker naar binnen. Maar ook de eerste baars van de avond, de Carolina rig. Het is in ieder geval een leuke actie zo. Er kwamen een paar veertigers erachteraan en natuurlijk pakken de kleinere pakken hem weer. Maar goed, ik denk dat hij alsnog een centimeter of 35 wel haalt, denk ik. We gaan hem even opmeten, even kijken. Nou, ik zat in de buurt, 34. Hartstikke mooi en we gaan lekker zwemmen. Hoppa, door naar de volgende. Hoppa, de volgende bak is binnen hoor. Weer een leuke 30er. Weer op de Carolina rig. Super leuke aanbeten ook. Ja, het is toch geweldig. Dit is echt precies waarvoor ik het doe. Deze mag ik wel lekker zwemmen. En een mooie afsprong gaat hij terug. Toch nog een mooie snoekbaars. Op een spinteeltje. Zo. Ja, het is niet heel vrolijk. Kijk jongens, mooie snoekbaars. Gevangen op een spinteeltje. Een centimeter of 50, 55 is. Klein beetje bloed. Zat redelijk diep gehaakt. Verder maar in één puntje. Dan mag wel lekker zwemmen. Op dit moment staan we in de sluis. Even kijken of hier nog een leuke baars ligt. De zon gaat langzaam onder. Dat betekent dat het bijna tijd is voor snoekbaarsen. Daar zit ik nou net al op te wachten. Ik vis met een aasje die ik langzaam over de bodem heen kan vissen. Dat vinden snoekbaarsen heerlijk. Dus we gaan eens even kijken of dat wat op gaat leveren op dit moment. Nou, de sluis zit er ook weer op. Het leverde wel geteld hier nog één baars op voor mij. Nu gaan we door naar de fletjes. Daar loopt een lange steiger langs. En dat is meestal rond de schemering, wanneer het donker wordt, altijd super voor snoekbaars. Dus op dit moment lekker die kant op en even kijken of we daar nog een leuk snoekbaars eruit gaan takelen. Ik ga vissen met een netrig en vissen met een ander bodemaasje. Komt uit Japan, mag een naam niet noemen helaas, maar topaasjes om mee te vissen in ieder geval. Bakbeest van een snoekbaars. Het ergste is nog, het kunstaas zat gewoon helemaal verstopt in zijn mond. Dan heb je zo'n kleine snoekbaars en dan nog steeds helemaal in zijn giegel, hè? Echt bizar. Nou ja goed, vis is vis. Deze laten we lekker zwemmen in ieder geval. Bye. We hebben op dit moment even een leuke actie bij de fletjes. Dat is lang geleden in ieder geval, want vroeger was het echt een hotspot. Kon je eigenlijk overal waar je liep, ving je wel wat vissen, van baars tot snoekbaars. En nu valt het een beetje tegen. We hebben gelukkig wel al een paar vissen kunnen vangen onder het bruggetje vandaan.
Je hebt hier eigenlijk een soort van meerdere paden die tussen de flatjes vandaan lopen. En dan een bruggetje ertussen. En daaronder liggen die snoekbaarsen gewoon te wachten tot wij komen. Dat is lekker aasje. Dat vinden ze leuk. Dit is dus een hotspot om bij te vissen. Een brug is natuurlijk weer even een onderbreking. Het is niet een hele grote brug, maar het is gewoon een brug, onderbreking. Plus je hebt een hoekje en een drijvend eiland. Het zijn allemaal onderbrekingen. Nou, daar heb je eigenlijk weer een splitsinkje. Dat gaat helemaal achter de flat langs. En het is heel ondiep hier ook. En s'avonds trekken al die vissen het ondiep op. Kijk. En Niels pakt even een vis. Snoekbaars. Kijk. Live de camera, pak Niels even een vis. Je hebt wel een bak. Echt een... Vergelijk dat het kunstaas is, het echt een bak. Zo klein. Anyway. Je vangt wel bakken vandaag. Ja, dat wel. Gelukkig is het wel vis. Het is ook wel eens anders geweest op een avondje. Het allermooiste is nog, ik ben aan het uitleggen dat je hier moet vissen. En dan vangt Niels even een vis. Kijk, dat is precies hoe het moet natuurlijk. Ja, de nekpak heb geen zin. Dat ding is zo glibberig, jongen. Hoe dan ook, hè? Hij zit zo netjes gehaakt verder ook, hoor. Hey Niels, alvast één ding. Succes met de slijm op je lijn. Ja, nou, moet je knippen gewoon af en nieuw op. Oh, hij wil alweer getollen. We hebben een paling op de... Ja, de Megabass Dark Sleeper. Nou ja, ga terug. Godverdamme. Zo, de handjes wassen. Nasty. Even de handjes wassen. Ik heb net een palingcoating gedaan. Dat is een alternatief voor een pedicure. Je ziet overal stukjes slijm door het water gaan. Dat betekent dat het werkt, verjongt de huid en stinkt vooral heel erg. Kelvin, wat wil je dat ik doe voor je? Hm? Moet ik even een toiletrol voor je halen uit een Dixie? Ja, doe dat. Ja, dat is dus wat er gebeurt als je een paling vangt. Dan zit je helemaal onder het slijm. Dat is echt zo irritant wat met die palingen. Nou, ik ga nu even naar de Dixie toe en ik haal even een wc-rolletje voor hem, want dit is echt verschrikkelijk. Weer een snorkeltje. Een snorkeltje, inderdaad. Dat was er weer een. Van paling tot snoepbaars, wat gaat er zo meteen gebeuren? Wel vis? Ik hoop nog even een hele dikke baars of zo, want die heb ik nog niet gevangen. Ik heb alleen maar vissen gelost. Een paar dertigers gelost vandaag. Ja, dus met jou moet je geen wedstrijd gaan vissen. Nou. Wordt alweer. Het is weer laat, hè? Dan gebeurt het dit. Het is weer laat. Ah, joh, we gaan nog eventjes door en dan gaan we lekker naar huis weer. Nou, ik heb in één hand heb ik mijn telefoon, want ja, anders heb ik geen licht hier. En in de andere hand de camera. Maar het is mooi geweest. We gaan lekker naar huis. Het is laat op de avond. Het is weer een uurtje of 11:30 ondertussen. Dus mooi geweest. Leuk vis gevangen. We hebben weer gezellig gehad. En bij deze ga ik de video lekker afsluiten. Dus abonneer even. Doe het duimpje omhoog. Laat het weten in de reacties. En zie ik je bij de volgende video.